zijn vandaag al voor de eerste keer erkend. Ja, ik ben naar de winkel geweest met mijn... Ze zijn al erkend geweest vandaag. Dat was echt leuk. Ik zag die mensen zo eigenlijk zwijgen van is die dat nu of is dat nu niet. Ik ken dat ook altijd. En dan spraken ze me toch aan en zeiden ze van ja, ik wil graag op de foto met Ballstar. En dat is echt wel leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn die erkennen. Ik ga nu live gaan op TikTok. Want ik ga nu nog even naar de kruidvat om. Ik ga een verband kopen voor mijn vinger, want dit doet echt super veel pijn. Je kunt heel moeite, als je die zo buigt, doet dat pijn eigenlijk hier en zo. Dus dat gaan we eventjes doen en dan kijk ik helemaal naar uit om het uit te worden. Ik ben eens benieuwd hoeveel mensen mij daar gaan herkennen eigenlijk. Ik zal die livestream ook online plaatsen. Dus dat ga ik ook doen. Ik zie dat ding niet zo goed staat, waardoor dat er hier zo, je ziet het misschien wel. Beter. Dat je die ook kunt zien. De konijnen en zo zitten nog altijd in een kotje. Die zijn alleen niet in een kotje, maar dat is open. Maar die hebben het wel naar hun zin. Die kunnen overal wandelen waar ze willen. Dus die zijn aan het genieten momenteel. Die kunnen ook goed verstoppen. Dus we gaan eens naar daar gaan. Dat was eerst al nog op. Die heb ik aangezet, maar die kan ondertussen gewoon blijven draaien. Dat zal geen enkel probleem zijn. We gaan via de garage naar buiten. Dat we dan iets sneller zijn. Dus. Hop. Het is weer zo wat bewolkt, maar ik denk niet dat het gaat regenen. Maar. De garage momenteel uit. Ik ga er gewoon in. We moeten weer bezig zijn. Ja, je moet altijd voordat de garage dicht is buiten zijn. Dat is heel belangrijk. Dus dat is heel belangrijk. We gaan ondertussen de TikTok ook eens aanzetten. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Die meneer heeft hetzelfde idee wat ik ook wou doen. Die zak pakken. Maar die meneer was eerst. Dus. Zo. We zijn nu live op TikTok. Hallo. We gaan dus verband kopen. Verband voor mijn bindel eigenlijk. Dus we lopen nu hier eigenlijk. Dus we gaan eigenlijk die kant helemaal uit. Ik ben eens benieuwd of er veel mensen mij gaan herkennen vandaag. Of niet. Ik ga richting het Waasland Shopping. Dus mensen die me daar willen zien, ik ga richting het Waasland Shopping. Dus het is dat jullie het weten. Nou. Dus woont je in de buurt, ga naar Waasland Shopping. Je ziet hoeveel mensen dat eventief gaan doen. Gewoon puur is benieuwd eigenlijk. Nu ben ik eigenlijk op twee dingen tegelijkertijd aan het praten, maar dat lukt nogal perfect. Super lekker uit. Dus. We lopen hier nu zo gewoon een parkje. Klein. Maar fijn. Ook een beetje rustgevend eigenlijk ook wel. Zijn er eentjes? Er niet, ah ja, ze zijn er wel. Kijk, daar zijn er eentjes. Die zijn er rustig aan het zwemmen, zo. We zijn nu recht, we zijn er nu bijna. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen mijn oproep hebben gevolgd.
Dit is benieuwd. En daar is het eigenlijk. Het is hier al een beetje druk. Zich. Je gaat straks in de tas zitten. Want, ik ben niet filmen binnen met de camera. Maar ja, je kunt het allemaal terugzien natuurlijk. Want ja, de live komt ook op YouTube te komen te staan. Dus dan kun je dat daar terug bekijken. Dus we zijn nu op de parking. En dan ga ik eens kijken waar ik dat kan kopen. Voor goede verband en zo. En zelf heb ik nog in huis. Maar het is vooral het verband dat ik nodig heb. Mondkapje ook opzetten natuurlijk hier. Daar is het waar we moeten zijn, dus ik ga jullie in de rugzak steken en dan zien jullie mij straks terug. Vond je het een leuke video? Dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn er weer. En het is ingepakt. Goed, ja, het is misschien niet 100% ingepakt, maar het is toch iets.